Bij een eenzijdig ongeval in Veldhoven is vrijdagmiddag een automobilist om het leven gekomen. De man raakte rond kwart over twaalf op de heerbaan van de weg en botste tegen een boom. Zijn auto werd daarbij volledig vernield. De brandweer, politie, dienst en zelfs een traumahelikopter rukten uit om hulp te verlenen, maar ze konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.